Het WK voetbal voor spelers tot 17 jaar is voor Angelo Boman op een grote teleurstelling uitgelopen. De Zeeuwse assistent-scheidsrechter is al voor de start van het toernooi in Mexico door de Wereldvoetbalbond FIFA terug naar huis gestuurd. Boman zou de fitheidstest op 2400 meter boven zeeniveau niet hebben gehaald. Boman wil niet reageren op zijn vroegtijdige terugkeer in Nederland. De politie gaat controleren op de schoolroutes van en naar Goes. Ze gaan daarbij vooral letten op groepjes kinderen die met meer dan twee naast elkaar fietsen. En dan bel je, maar dan gaan ze ook niet opzij of zo. Hè? Ze claimen gewoon het recht op het hele fietspad. Je mag niet met z'n vier naast elkaar, want dat hindert het verkeer ook. En wij doen altijd 2 en 2 fietsen. Als soms de komende tegemoet komen is, en dan kan je er gewoon niet langs. Of je kan ze niet inhalen. En ze gaan ook echt niet aan de kant. Want meestal zijn ik er wat van. En dan begin je tegen mij te mopperen. De politie gaat hierop controleren. Vind je dat goed? Nee, dat denk ik ook nog best veel geld kwijt ben eigenlijk. De festivalposter voor het 13e filmfestival Film by the Sea is onthuld. Kunstenaars Paul en Menno de Nooijer tekenden voor het ontwerp. De organisatie maakte ook bekend welke film het festival zal openen op de galapremière. Midnight in Paris, geregisseerd door Woody Allen, krijgt dit jaar de eer. Verder is de vakjury bekendgemaakt. Die bestaat uit onder andere Paul Verhoeven, Sylvia Hoeks en Stine Jensen. En dan nu Zeeland in de media. De PZC blikt met een speciale bijlage vooruit op Termfors Challenger Zeeland, het internationale tennistoernooi dat komend weekend in Middelburg begint. Volgens directeur Sander van Buren heeft het evenement nog steeds ruimte om te groeien. Hoogleraar Jonathan Verschuren zegt in Trouw dat de ontpoldering van de Hetwiegenpolder niet kan worden tegengehouden. De vogelbescherming begint vandaag een proces tegen de staat om ontpoldering af te dwingen. Verschuren voorspelt dat de natuurbeschermers gelijk zullen krijgen. In de Volkskrant een lovende reportage over de stijl van topkok Sergio Herman uit Sluis. Mac van Dinter schrijft dat Herman kookt als een koorddanser zonder vangnet. Duizelingwekkend, adembenemend, avontuurlijk. Geen kok die ik ken kan zoveel smaken op een bord balanceren.